Today. Braziliaanse ambassadeur doneert condooms en sneltesten aan Suriname. De Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar overhandigde namens de Braziliaanse overheid 230.000 condooms en 5.000 orale HIV-sneltesten aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De symbolische overhandiging van 200 condooms vond plaats op woensdag 31 januari 2019. Deze donatie is gedaan in het kader van de huidige ontwikkelingssamenwerking tussen de Surinaamse en Braziliaanse overheid, waarbij de nadruk onder andere wordt gelegd op volksgezondheid. In 2017 werden ook al condooms en sneltesten gedoneerd aan het ministerie. Voorafgaand aan die donatie werden medewerkers van niet-governementele organisaties getraind door medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië in het gebruik van de HIV-sneltesten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.